Goedemorgen allemaal, we zijn vandaag in Elburg, waar de leden van Hengstsportvereniging Raalte hun derde en tevens laatste wintercupwedstrijd vissen. Het weer is goed, het zonnetje schijnt, graadje van 8. Eigenlijk een beetje te warm voor de havenvisserij, maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan eens even kijken hoe de vangsten zijn. De stand 1 tot en met 3 zit ongeveer 2,5 3 kilo tussen, dus het kan nog spannend worden. We gaan eens even kijken. Goedemorgen Erik. Ja. Nou, hoe zijn de vangsten? Ja, ik heb wat vlantjes vandaag. Ik pak alleen wat vlantjes. Ja? Ik pak bijna alleen maar kleine baasjes. Oké. En wat vang je ze mee? Zijn heet dan? Ja, kaasjes en oude maden. Beetje hennep. Beetje hennep. Het bijna op, 50 minuutjes. Zo is het. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Ewald. Nou, de huidige nummer 3. De huidige nummer 3, maar. Hoe is het hier? Nou, niet hier van net hoor. Het is matig. Matig. Af en toe een paar visjes. Dan is het weer stil. Ook van alles geprobeerd, zie ik. Van alles geprobeerd, ja zeker. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien is het een relatief simpele visserij, eenvoudig hengeltje, dik snoertje eraan, dobbertje, ongeveer 1 gram tot 2 gram en weinig aas, kaastertjes, een beetje hennep gooien. Iedereen kan hier een mooie vis vangen. De vis van het Veluwemeer hierachter trekt in de wintermaanden hier in de haven om toch in het warmere deel van het water te zitten. Wil je hier nou zelf vissen? De kade hier in Elburg is ingebracht in de lijst van viswateren, dus die kun je gewoon bevissen als je een vispas hebt. Wil je op een steigertje zitten, zul je lid moeten worden van de vereniging. Dat kan via HSV de Kolk hier in Elburg. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn de vissers klaar. We gaan zo meteen wegen om te kijken wie dit jaar de winnaar is geworden. Ik ben benieuwd.